Hallo mensen van Dagelijks Day en vet dat jullie kijken naar een nieuwe serie Thief. Ik ga vandaag een nieuwe serie starten. We gaan een nieuwe game doen. Wil je overwriten? Ja, tuurlijk wil ik dat. Dat lijkt me geen enkel probleem. Ik weet alleen niet precies... Ga jij dat starten? Ja? Nee. Wat? Wat? Weg. Ja, ik ga starten. Ja, ik ga. Ga jij... Nou. Ik ga. Oké. Oké. Maar... Nee! Oké. Okay. Nee! Geen woord. Hashtag backseat gaming. Yes. Oké. Okay. Ja, dames en heren, het klopt als een fucking bus. Wij gaan het spelen. Niet hij. Laten wij even kijken. We hebben Rogue, Thief, Master en Custom. Laten wij gewoon voor de Thief gaan, want zo heet de motherfucking game. Fucking geweldig. We gaan gewoon lekker een dief spelen. Bro, hiervoor heb ik Assassin's Creed Liberation gedaan. En toen zat ik van, nou ja, die is voorbij. Laten we alsnog gewoon verder gaan met fucking dief en sluip dingetjes. Oeh, donkere tijden. There's one thing the city's taught me. You can put a price on anything. Op alles, hè, kan je een prijs stoppen. Nou. A life. And trust. If you have to ask, you can't afford it. Ooh. But then I suppose none of that matters when you're me. After all, when did I ever pay for anything? Want ik ben een dief. Haha. Proloog, de drop. Aldalebrig. Ik pak die. 6 gold voor een cup, maar die was goud. Are you kidding me? Stop de kaars uit, voel je goed. Oh jee. Oké, let's make it. Oh, hij heeft ook nog die fucking one-liners als een motherfucking actieheld. Dat is altijd leuk. Dat is altijd echt geweldig. Dan voel ik me ook gewoon echt zo'n jaren 90 actieheld. Gewoon, ah, you get to the chopper. Maar dan eigenlijk gewoon van, too much light, more cozy. Het is wat minder indrukwekkender, maar het is gewoon... Ik bedoel, iedereen heeft zo zijn eigen specialiteit, weet je. Dus ik ga het meer cozy maken. Je kan me geen Arnold Schwarzenegger noemen, maar je mag me gewoon Don noemen. Dat is ook leuk. Maar er is veel te stelen hier. Dat is waanzinnig. Zelfs schaar. Fucking schaar. We gaan een schaar verkopen. Voel je goed? Verkopend schaar. Oké. Press space to climb. Low obstacles. Nou, dat valt hier wel onder deze categorie. Oké. Wat nu? Hold A. Dat kunnen wij. Zo ver zijn wij. Lift. E. Oh, tap. Oh, zie je dat? Flikkerend lichtje. Dat is E. Omhoog! Dank u wel voor uw medewerking. Ik heb mij een hele tijd verheugd op deze game, jongens en meisjes. Aangezien... een doekje. Gaat hij ook meebewegen als we... Hij pakt hem vast! Revolutionair! Oké, wacht nou. Wat nou als we zo lopen? En zo. je ziet zijn armen uit het niks komen. Gewoon. Oké, maar die stoppen we even weer terug. Oké, genoeg met het doekje gekloot. Laten we gewoon. Sudden movements near birds will disturb them, alerting anyone nearby. Oké, maar we gaan geen sudden moves doen. Er zijn heel wat vogels. Someone's a bird lover. Oké, closer look. Raak niet het vogelkooitje aan. Ik kwam trouwens vandaag ook nog op een hele leuke deuntje. Op een hele leuke zin. Want er vloog toevallig een meeuw voor mijn auto. En toen zat ik van... Want die meeuw was niet de meest snuggere. Terwijl wij even naar dit schilderij kijken. Die meeuw was niet de snuggerste. Want hij vloog echt vlak voor mijn auto's langs. Dus ik zat van, oké, maar wat zal die fucking meeuw nu denken? En ik kwam toen op de zin van... Ik ben een meeuw! En toen reed ik weer verder en lag ik helemaal in de deuk van mezelf. Dat heb ik wel eens vaker. Move the mouse or use the movement keys. Feel for hidden switches behind the frame. A to trigger the switch. Switch. Oké, dat was hem niet. Switch. Switch. Switch, 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 switch. Switch, 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 switch. Oh! Oh! Ik weet hoe het spelletje werkt. Oké, pick lock.
Move the mouse to find the sweet spot for each pin. Press A to set the pins into position. Move the mouse. Okay, that's D. Next. Nice. Wij zijn de meesterdief. Eigenlijk ik, want jullie doen aan hashtag backseatgaming. Oh mijn god. Wie verstopt het nou achter een schilderij? Welke idioot doet dat? What the... Ka, ik ben een kraai. Ja, dat is toch minder indrukwekkend als die van een meeuw. Nieuw collectible, de glittering plumage. Een van de 9 unique loot. Ka, ik ben een meeuw. Ja, leuk joh. Dat tovert gewoon een glimlach op mijn gezicht wat dat betreft. Achter ik weer een rope arrow. Ei, de holte. Oh, kijk aan. Haha. Draw the bow. Release the fire rope arrow. Oké. Okay. Hij zit vast. Voel je goed? Wacht, kan ik hem nu weer wegdoen? Doe hem weg. Ik wil hem niet meer. Dank u. Space. W. Fucking smooth. Fucking smooth. Hey, wie is dat? Jonge dame, wat doet dat daar zo midden in de nacht op een dak? Kom van dat dak af. Erin. Of course. Can I make a little more noise next time? You fucking bitch. Ze leunt een beetje naar voren toe. Zie je dat? Een beetje zo... Buh, een beetje niet. Ik ga niet zo'n seksuele opmerking maken. Daar doen we niet meer aan. Just like old times. Oh nee, nu moet ik erbij houden. Oh, ren met fucking shift. Spring, voel je goed. Rennen. Actie, muziek, voel je goed. Checkpoint. Spring over een muurtje heen. Dit is de parkour tutorial. Want hoe more obvious kan je het maken? Ik prik daar doorheen alsof het... ik kon niet op een fucking link daarop komen. Never mind. Did you pick that route because it was fast or because he thought it'd be fun? Can it be both? Ja, why not both? Ja, yeah, internetgrappen. Oké, light gem. The light gem display in the lower left corner of the screen indicates whether you are now hidden shadows, dark areas, light black, you're... Okay. Aha! Op die manier. Dus er zijn verschillende... Oké, dus dan gaan we nu in het donker. Haha! Oké. Hoe... Buk. Oh, met C. Oké, we bukken met C. Nee. Oké, sprint is de... Oké, dus je kan niet snel lopen. E near corners while peek... Shit! Waarom liet ik de tekst niet afgaan? Wat is dit? E... Iemand is een portemonnee vergeten. Meneer, u bent uw portemonnee vergeten. Staat u mij toe dat terug te brengen? Jeuken mijn neus, man. Wat? Die bitch heeft een hoek. Oké, piek. Oké, buk. See you later, faggots. Oké, klimp omhoog. Gebruik je instinct. Dus press spatie om de klimp de ladders. 2G voor een cup. Dat is... Gotta make some money. Gotta make a living. Fucking twee... Ja. Oh ja, ik ben... Garrett, zo heet het karakter. Dat is gewoon het eerste keer dat ik een fucking... Mag ik er ook zo heen, Erin? Haha. Oké. Taking in the loot. Loots me goots. Oké, hoe tief ik naar beneden? Oké, zo tief ik naar beneden. Tuurlijk, stealing. There's the Garrett I know. Ooh. How about a friendly wager? Let's see who can take in the most. Oh, ze wilt een wedstrijd doen. Nou, daar ben ik altijd wel voor in voor een stukje competitie. Hè?
voel je goed. Wedstrijd en een weddenschap met een chick van wie je het meeste shit kan nakken. Nou, hey, dat doen wij maar altijd graag. Erin, blijf als je... Oh, come on, ik ben nog ineens begonnen en een valspeler. Ster, het is een vrouw. Het is mijn fout. Spring, Gerrit, vriend. Voyeur's apartment. Een voyeur, dat is een viesbeuk. It pays to keep a low profile in places where I'm not. Hey. Picklock. We are the picklock master. Ik ben ook blij dat je hier je fucking picklocks niet kan breken, zoals in fucking Skyrim. Dat je fucking 50 van die dingen moest besteden aan één van die tyfuskisten. Om uiteindelijk er doorheen te komen. Bah, verschrikkelijk. Voyeur's Diary. F1. Madam Flowers, relationship with Watchguard. Watchguard continues. Husband still absent. Mr. Blah blah blah. Paxman, blah 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 blah. Paxman? Wie noemt zijn kind nou weer Paxman? Nou ja, daarentegen heb je ook de Pac-Man. Haha, copyright everywhere. Open de laadjes. Is het doekoe? Uiteraard, dank u wel. LFG. Geen G. Potje G. Ja, ik wil dit stukje zeep. Is veel geld waard. Open de kist. Hoeveel geld is dat? 2. Oeh, een ring. 6. Oh, come on. 3 van die fucking bekers is 1 zo'n stupid ring. Zo'n ring moet fit. Shut up! Shut up! The ale has to go somewhere, dear. Oh, wacht. Just the middleman. Besides, you're the only one watching. Wildplasser, ik zag dat. Haha. Hold A. Hold. Open de ding. Ram met E. Oké, hij is open. Hij was al lang al open, maar ik bleef nog een stukje door op E rammen, omdat het zo'n geweldig gevoel geeft. Neem de vaas mee, die mag niet. Erin is hier al geweest, de kist staat al open. Motherfucker. Moederneuker. Dat betekent het uiteindelijk gewoon. Al neem je gewoon letterlijk Engelse... Kutvogel, houd uw harsus. Al neem je gewoon Engelse scheldwoorden en je vertaalt ze naar het Nederlands, zijn ze opeens veel minder indrukwekkend. Dus dat is altijd wel grappig om direct te vertalen. Want dan besef je eigenlijk hoe suf de Nederlandse taal is. We hebben hier een cutscene. Fucking Erin! Fucking Erin! Wat was er voor? It's not how much you steal. It's what you steal. Ja, dat was best wel te verwachten. By the way, Garrett, volgende keer wat minder oogschaduw. Won't be easy. Worried? Yes, so should you. It'll be fine. I'll pick up your slack. Oh, snap. This job's getting more complicated. It's een en al smack talk met die fucking dieven. Smack talk, zeg ik je. Ah, ik ben beter dan jij. Ja, maar oké. Okay. Dat is het enige wat ik erop te zeggen heb. Echt, oké, dat is ook wel grappig, hè? Stel dat mensen mij beledigen via het internet. Het enige wat ik gewoon letterlijk zeg is, oké. Gewoon, oké, dan is het niet meer nodig. In ieder geval, we gaan op het spelletje letten. Thieves and swords do not get on well. I've never had a problem with swords. But then again, I'm not just a thief. I'm an assassin. New objective. Move through the gardens. Remain silent and out of sight. We can't let the Baron's guests see this thing giving out. Kikaboo. Okay, genoeg doorlopen. Press space while moving in any way. Swoop. Swoop. Oeh, dus zo werkt dat. Swoop da whoop. Slowly approach the guard. Crouch to avoid detection. Okay, en nu? Nu sta ik achter hem. Hold A. Oh, hold, sorry. Ik heb shit gesteeld. Sla hem in zijn kruis. Wow. Help the new boy, will you? He's been trying to light a fire basket for 10 minutes. But ma'am. Go on before he sets fire to himself. Some surfaces such as water make movement easier to detect. Press control to move very slowly. Oh,
dat is gruwelijk. Oké, CTRL. Slowly, slowly, you shall not detect me. I will move very slowly and reach my goal at the end. Mag ik hem neermappen, trouwens? Oh, hemeltje, daar staat een persoon. Move to the container and take the water arrows. Oh, ik moest swoopen. Swoop de woop. Swoop de woop. Water arrows, what the fuck? Maar, are you kidding me? Bestaat dat? What? 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 Moet ik daarop schieten of daarop schieten? Ik denk daar gewoon letterlijk op de vlam is... Oké, fuck, I fucked up, I done goofed. En... vuur! Yes! Vind het ook wel leuk hoe ik niet de diepte van het water kan zien, maar er alsnog gewoon inga en blijkbaar kan ik er doorheen lopen. Hashtag realiteit. Druk op E. Een ashtray. Dat rijmt. Every time I get it going, it fizzles out again. You couldn't set a cloth aflame if it was doused in oil, son. I'll show you how it's done. If you pack it together too close. Is er een oil arrow? Oil arrow, oil arrow, oil, oil, oil arrow, oil arrow, oil arrow. Oh yeah? That's work you don't see much since the factories came. Oh. Well, serieus, ziet hij me niet? En hij bedenkt ook niet van, hey. I need to take him down quickly, quietly and alive. Knuppel op zijn hoofd, voel je goed. Hold A. Til hem op. Gooi hem weg. Oh, ik kan ook gewoon letterlijk throw. Hey, moet ik je nog helpen? Jesus fucking Christ, man. Ik schrik me de best pleuris. Oh, sorry. Ik ga al. Ik zat zo erg in de game. Komt die aan? Lul. Ongelooflijk. Nou, voortaan ga ik dit spelletje dus ook thuis spelen. Ik hou wel één oortje open, zodat ik kan horen wat er gaat gebeuren. Nee, doen we maar niet. Anders kunnen we niet ons verdiepen in het spelletje. Ja, maar ik dode ook niet, pannenkoek. Dat is een heel goed plan, Garrett. Dat gaan wij doen. Dat gaan wij doen. Voel je goed? Kunnen we hier tussendoor? Oh my god, en dan ga je nog in de weg staan tegen de boom aanleunen ook. Arrogante doos dat je er bent. Nee, zet me nou niet onder druk. Oké. De deur is open. You're holding me back. Fuck off! Aaron! Fuck! Meet Aaron of the room, roof. Grab a bottle. Null to equip. Kunnen we meer... Oh, inventory alweer vol. Hold and release, bla bla bla. Oké. Duidelijk. Wacht. Oké. Even kijken. Oké. Hij staat daar. Wij moeten daar naartoe. Water arrows, heb ik die nog? Ja, dat heb ik er ook nog. Oké, ik tief hier een fles naartoe. Pak een volgende fles. That was me, you fool. Haha. Ik kom eraan. I suggest you stay hidden. Fuck, dude. Stop. Waarom kon ik niet Q'en? Oh, come on. Ik weet niet, ik zit te erg met het assassins gevoel in mijn hoofd. Van fucking prik die man en hij is dood. Maar dat is blijkbaar hier niet zo in het spelletje. Hier draait het dus meer om sluipen. Hup, volgend flesje. Klaar. Sluipen. Het is licht. Spatie. Swoop da woop. Voel je goed. Haha, you fool. Oké, kunnen we... Nothing clear barrel. Ja, yeah, fuck off, dude. Iemand gooide gewoon een fucking fles de hoek om in. Oké. Bring the frigging bells. If you keep pacing up and down, there we go. Wear through those new boots. Fuck! My girl, sir. She's presenting me to her father.
Fucking klim, you retard! Oké, dank u wel. Dat wil ik hebben. Of zullen we een fucking water arrow op zijn ding sturen? Dan zit ze echt... Wat? Nee. Hoe grappig het ook mag zijn. Het draait meer om het sluipen. En niet om ding. Eye to observe. Nee, dat was daar. Spring, wee. Haha. Garrett, klim wat sneller. Erin staat te wachten. En ze knuppelt. Vrijwillig mensen dood. Nee. Ja. I can handle myself, okay? I can move faster, I can climb faster, I can... You can die faster. Mistakes faster, I get it. Ja. You're not in control. Garrett, de wijze man onder ons allen. Ze zei deal with it. Fucking zet je zonnebril op en deal with it. New objective, hold claw of claw stelen. En dat heeft ze niet door. Amateur! Ik roep amateur! Wat heeft religie hier nou weer mee te maken? Ik krijg weer met van die tempelier shit. En dan komt ze aan. Haha, waar is mijn haak? Ja, maar die heb je niet. Oeh. Ja, maar die wil ik wel hebben. I'm guessing that's what we're after. The promise stone. Subtitles. Where are you? Escape. Oké, dat heeft totaal geen zin. Cornelius Aldus, present the keys. This burn Northcrest. Brothers of the Awakened, we are gathered here to usher this city into a new age. Oké, nieuwe tijdperk. Enlightenment. Let us begin the channeling of the primal. Oké, okay, channeling of the primal. Blijkbaar iets hartstikke nieuws. Een soort, fucking kijk maar met je ogen. Het is een soort, ceremonie-achtig iets. Let's go down there, this will be fun. No. We're done here. Job's over. What? Are you joking? Something's not right. It's too dangerous. And you're not ready yet. You know, I'm not a kid anymore. I can do this. I'm going down there with or without you. Doe dat nou niet, Erin. Je hebt je haak niet. Haha, amateur. Orgasme. Ja, oude mannen kunnen ook nog orgasmes hebben. Hoe ze het doen, weet ik niet. Creatief zijn. Oh, snap. Tijd om te... Oh, nee. En dan gaat ze op het glas en het glas breekt. Are you fucking idiot? Why you do this? Ja, dat ligt ook echt precies op het midden van het glas. En dan is het... Gewichtsverdeling is verkeerd. Zwaartepunt en... Break. Oh, ja. Yeah, en daar hebben we het. Ja, glas breekt. Stoor de ceremonie. Voel je goed. Dracula! Doet me denken aan Toy Story. Oh my... What the fuck? Dames en heren, ik presenteer u Hans Kazan en zijn assistentes. Oh, what the fuck? Hoe breekt dat opeens? Dat leek me wat onlogischer. Dat is geluk hebben. Dat is een muur. En... Wat? Oké, dat was een serieuze hashtag what the fuck factor. Hoe de... Wat? Wat gebeurde daar? Ceremonie? Groen licht? Zij bleef boven het licht hangen? Ik weet niet. Ik ben verbaasd. We zitten nu in een kist. Kar. Arme mensen. Ik word vervoerd.
naar een gevangenis. Come on. Stop slacking. We gotta get him in the city before they call the lockdown. Haste yourself, boy. Haste yourself. Get him to the clock tower. Safe and sound, and then we'll be rosy. Where's this car going? Baker's in Stone Market. Yo, okay, dat is een best hardhandige aanpak. Get moving. Bedankt dat jullie zo verrekt en corrupt zijn. Wat is die gast erboven? Heeft hij een crossbow vast? Ah, mijn camera stond ervoor. Oh, wat reurig. Zijn dat slecht geanimeerde lijken of zoiets? Of slecht gedesigned? Nou, dat is dus een persoon die in een asylum zou moeten. Everywhere except Oldale. Someone should do something. Nobody gives a shit about us, boy. You'll learn that soon enough. Maar toen was er Garrett en die stond op voor het volk, denk ik. Ja, dat was te verwachten. Zei die nou riot? Riot. Dat wil het volk waarschijnlijk. Van iets van order or riot, of food or riot. Riot or riot. Wat? Maar waarom? Oh my god. Dit was nou echt een situatie van what could possibly go wrong, je fucking idioot. Kom, laten we een guard in zijn gezicht mappen en dan met een fucking car waar we nog eens 5 km per uur mee kunnen rondrennen. Oh, what could possibly go wrong? Oh god, wat een held. Ga snel de schaduw in, Garrett, en voel je goed en op je gemak. Dat is een goed idee. Mensen, ik wil het hier bij laten. Ik wil je bedanken voor het kijken naar de eerste aflevering van Thief. Laten we nog even eigenlijk in de sfeer blijven. Don't let them get away. Okay, we doen hem wel op pauze. Straks komen ze achter me aan en is het één grote error. Dat willen we natuurlijk niet hebben. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het een vette video, mag je dat belonen met een duimpje omhoog. Even een mededeling die ik eigenlijk al eerder had moeten maken, maar aangezien jullie nog steeds kijken, kan ik dat nu nog steeds doen. Elke maandag, woensdag en vrijdag om 8 uur komt er dus een deel van Thief op je beeldscherm. Ik raad je aan dat in je agenda te zetten en alarm te zetten en op je kalender te zetten, een post-it op je moeder te plakken, noem zo maar op. Misschien ook zo'n dingetje voor je hond of voor je kat met zo'n belletje eraan of zo. En dan zo'n dingetje van 8 uur Thief op je beeldscherm met deze gast hier, niet met Knolly Daro. Maar die zien jullie niet, die me net even lekker onderbrak. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vond je het vette video? Mag je dat belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik jou terug bij een nieuwe Thief. Tot ziens.